van harte welkom. Nielsport is toch ook een beetje een voorbeeld. Hè? Dus vandaar dat je ook ziet dat er goede maatregelen genomen zijn. Hè? Voor je handen te desinfecteren. En ze hebben ook echt geprobeerd een beetje de afstanden te bewaren van de tafeltjes. Sommige mensen zijn met familie en ja, die zitten dan misschien wel heel dicht op elkaar. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar let een beetje op. Ik ben hier redelijk veilig, want... Nou ja, ik sta op een meter of twee afstand van de voorste mens. Dus dankjewel Nielsport dat zo geregeld is. We hebben elkaar, denk ik, ik zie heel veel bekende gezichten. Ik denk dat we elkaar zo'n 3,5 maand, misschien wel 4 maanden niet gezien hebben. He, want van de 50 mensen die hier zijn, nou, zijn er toch wel zo'n 30, 35 die regelmatig komen op Amerika-avonden hier. Er gebeurt natuurlijk heel veel in de Nielsport. Jullie zijn een beetje de vaste kern. He, en ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik zie een paar mensen die ik niet ken. Ik heb net al eventjes daar, nou Albertine ken ik natuurlijk wel vanuit Leiden, als ik zeg maar professor Marshall Hulp. Het is heel dom van mij als ik natuurlijk mensen persoonlijk ga benoemen, want dan ben je daar een half uur mee bezig. Maar nou ja, even heel spontaan, geweldig. Henk en Wil vanuit Zeeland. He? Henk, oud-rector van het Zegwoel College. Hans Andringa, Hans. Ja, sorry, ik pik er maar een paar mensen uit. Hans. Ken ik ook al jaren, heel vaak op het NOS-journaal zie ik jou bij Rutte staan, of premiers daarvoor, want jij bent jarenlang bij de NOS geweest en bij de KRO. Volgens mij heb je met het Zegwoelcollege in Den Haag ook wel iets te maken gehad toen daar de primeur jongerenkrant werd gepropageerd. Hè? Dat jongeren toch vooral kranten moesten lezen. Dat hebben we toch met z'n allen voor elkaar gekregen, want ik had toen ook het een en ander op het Zegwoel te doen. Ik gaf... aantal uren geschiedenisles, wat hele mooie jaren in mijn leven waren. Maar goed, de media kwamen daar ook een beetje tussendoor. En Jan van de Vlucht, de grote baas van de Tros Niels Show. Wat heb je allemaal niet meegemaakt, Jan? Ik bedoel, Wim Bosboom, Ellen Brussen, Peter de Bie, Mieke van der Wij en Martin Ros. En ik mocht ook nog wel eens aanschuiven. En Luigi, de oud-burgemeester van Zoetermeer en Wassenaar en Gerard de Lange... Gerard, waar zit je? Ja, Gerard is ook een bijzonder verhaal. Gerard had ik in 6 VWO op het Zegwoelcollege. Een van de allerbeste leerlingen. En Gerard zei op een gegeven moment tegen mij van... maar ik ga toch niet verder studeren, ik ga de business in. Dus iets met loodgieterij, riolen. Jullie hebben nu een mega business in Den Haag uit de grond gestampt. Dus, Gerard, ik begrijp het wel dat je toch die keuze gemaakt hebt... als ik zo de verhalen hoor over jullie. Nou... Dom van mij dat ik dit allemaal doe, maar ik kon het even niet laten. De White House Watchers zijn hier ook. Dat zijn mensen die dus in februari met mij het geluk hadden dat we nog een primary konden bezoeken. Ja, op de terugweg was ons vliegtuig al leeg, bijna, alleen wij zaten erin. En de stewardess vanuit Boston, naar Amsterdam, het KLM, die zei van ja, dat komt omdat in China is er iets aan de hand. En daardoor zijn heel veel Aziatische reizigers die ook naar Amerika heen en weer vliegen, die zijn er niet. Dus jullie hebben geluk, geniet ervan. En dat deden we ook. Maar ja, het is altijd met een beetje wrange nasmaak, hè? Denk je dan zo achteraf. Want toen begon het eigenlijk al een beetje. Ja, sorry voor de mensen die ik dan niet noem. Familie hier, anderen, nou, enzovoort. Als je je afvraagt hoe het zit met de Biden-burger en de Trump-burger. Nou, die Trump-burger is een stuk groter dan de Biden-burger. Nee, dat is niet waar. Ze zijn alle twee precies hetzelfde. Achterliggende gedachte is dat deze twee eindkandidaten voor het presidentschap... toch een beetje op campagnepad wel moeten gaan in de herfst, als het maar even kan. En wat zij dan doen is lokale biertjes drinken onderweg. Voor Trump is dat een probleem, want hij drinkt geen alcohol. Hè. Zijn broer is overleden aan alcoholisme en dat is echt principieel. Bij Trump. Maar hij is dol op burgers. Laat hij ook bestellen voor het Witte Huis en voor gasten. Om ook maar te laten zien, ik ben van de gewone Amerikanen. En Joe Biden, Joe Burger zou je bijna zeggen, presenteert zich ook als de man van het gewone volk. De man van het Middenwesten, de man uit Scranton, Pennsylvania. Dus daar past dan ook bij van, nee, ik hoef geen glaasje Chardonnay. En gewoon een biertje, lokaal gebrouwen en een burger. Vandaar dat we in Nielsport al gauw tot de conclusie kwamen, het kan gewoon één en dezelfde burger zijn. U ziet ondertussen allerlei fotootjes, foto's. Tom Wienbelt, de hoffotograaf van Studio 92A, vormgever, die heeft prachtige foto's gemaakt.
Biden en Kamala Harris precies op het goede moment gevangen. We zullen zien of Kamala Harris over een paar weken heel erg in het nieuws komt. Daar kom ik zo dadelijk nog wel even op terug. Dames en heren, ik voel mij hier heel erg thuis. Het is echt thuiskomen. Dit is de tempel van het vrije woord. En dat klinkt een beetje zwaarwichtig, maar we leven natuurlijk in een hele bijzondere tijd. We zitten eigenlijk in een soort van draaikolk in de hele wereld. Van ja, cancelcultuur, culturele oorlogen, identiteitsoorlogen. Als je niet bij radicaal populistisch links hoort, als je niet bij radicaal populistisch rechts hoort, je moet, of je kiest voor één van die twee, ja, dan is de kans op verkettering in het publieke debat eigenlijk heel erg groot. En dat zie je in Amerika en dat zie je natuurlijk ook in Nederland. Hè. Waar is dat middenveld? Waar zijn de gematigden? Hè? En, nou, daar moeten we het denk ik toch ook nog wel eventjes over hebben. Je bent of vastgeketend aan extreem rechts, of je bent vastgeketend aan het linkse populisme. Maar er zijn natuurlijk ook nog een heleboel mensen, alleen die zie je vaak niet en hoor je vaak niet, die in de ruimte die ertussen zit zich kenbaar maken. Misschien wel uit angst. Hè? Deze week, vorige week, verscheen er een opzienbarende brief, statement, vanuit de Harvard University, van 150, dacht vooral Amerikaanse wetenschappers, schrijvers, columnisten, Salman Rushdie, hè, bijvoorbeeld David Brooks van de New York Times, Rawlings, hè, allemaal hele bekende mensen. En die zeggen eigenlijk, wij trekken aan de alarmbel, want als je zoekt naar nuance, als je niet bij een van die twee kampen wil horen, dan word je ook verketterd. Hè, want als je nuance zoekt, of je streeft naar iets van objectiviteit, dan pleeg je verraad aan uiterst rechts en uiterst links. Ik zeg het maar even in wat simpele bewoordingen. Dat was toch een beetje de strekking van die brief. Nou ja, dan prijs ik me gelukkig met u dat Nielspoort een anker is van de persvrijheid en ook een anker is van individuele vrijheid. Pers, maar ook vrijheid van meningsuiting. En dat wil ik dan toch nog wel graag eventjes benadrukken, hoe fijn het is dat we hier gewoon vrijheid kunnen praten en zonder mail op de tong. En we gaan dat iedere maand doen. Er gebeurt zo ontzettend veel in Amerika. Je kunt zeggen, iedere vier jaar houdt een verkiezingscampagne ons bezig. Maar dit zou wel eens de belangrijkste verkiezingscampagne van na de burgeroorlog uit de 19e eeuw kunnen zijn. Ik zeg in de media, met enige regelmaat, en dan aarzel ik best wel een beetje, dat Amerika nou eigenlijk zit in een soort van politieke burgeroorlog. Nee, er vallen geen doden. Ook daar aarzel ik al wel een klein beetje. Hè, want er gebeurt natuurlijk toch ook wel iets gewelddadigs met enige regelmaat in Amerika. Maar goed, het is nog steeds een democratie. En nog steeds zijn er controlemiddelen op een president, hè, op andere machten in Amerika. Maar er is toch wel wat gaande. Als je ziet hoe in het rode Amerika, Trump-Amerika, Nancy Pelosi wordt gehaat. Maar als je ook ziet hoe in het blauwe Amerika Trump wordt gehaat. Praat je over de leider van de Democraten in het congres. Gehaat. De president van Amerika. Gehaat. En als je een woord als wederzijds respect, als je dat uitspreekt. Met dat je het uitspreekt heb je het gevoel van, dat is ouderwets. Wie heeft het nog over respect? Polarisatie, aanvallen, hè? Vernietig je tegenstander, overtuig hem niet, nee, destroy. Trump heeft het over fake media. CNN is vaak de klos, een van de foto's, hè, zoals u dadelijk zal zien. Ik was in Minneapolis, hebben we Trump bezocht in zo'n grote rally nog in oktober. En daar zag je ook CNN sucks. Hè? Dat is echt ook de gebeten hond. Maar ik moet ook zeggen, aan de andere kant, een paar dagen geleden zat ik 's nachts om 4 uur eventjes naar, vroeg in de ochtend, naar CNN te kijken. Ja, daar zit een presentator die schaterlachend Trump uitjouwt. Vanwege ja, wat hij met het coronavirus allemaal verkeerd heeft gedaan. That's not the normal way to do. Wat Trump doet is niet the normal way to do, maar dat geldt natuurlijk ook voor journalisten. He, want ja, tuurlijk, he, feit en mening, het schemert altijd wel een beetje door elkaar heen. Maar je ziet aan dat soort zaken hoe ernstig het is in Amerika. Ik durf dus wel te zeggen, de belangrijkste verkiezingscampagne van
van misschien wel de afgelopen 100, 150 jaar. Als je met Trump-mensen in Amerika spreekt, dan zeggen ze, alles is voor niks als Biden de man van het oude establishment president wordt. Dus Trump moet en zal herkozen worden. Als je met de Biden-mensen spreekt, zeggen ze, 4 jaar hebben we kunnen overleven, nog 4 jaar, nou, dan komen we wel naar Nederland toe of naar Canada, dan houden we het niet meer vol. Dus die twee uitersten, tuurlijk heb je in ieder land, in iedere tijd heb je radicale mensen. Maar dat je het zo vaak hoort, we hoorden het ook in New Hampshire, hè, toen we daar met de White House Watchers waren. Dus er is wel wat gaande in dat land en vandaar dat we hebben besloten in Nieuwspoort om iedere maand tot en met november, maar misschien wel tot en met de inauguratie van Biden of Trump in januari, jullie bij te praten, als je daar behoefte aan hebt, onder een hapje en een drankje. Het zijn allemaal hele serieuze dingen die ik benoem, maar nou, dit is ook een beetje gezellig hier. Het is één grote familie zo langzamerhand, zou ik zo zeggen. Wat ik eigenlijk zou willen is dit. Er zijn een paar vragen zo aan het begin van deze zomer die bij ons allemaal wel naar boven komen. Ik heb het net ook nog eventjes gevraagd aan mensen. Wat wil je nou graag horen? Ja, hoe staan ze ervoor? En wie wint? Hoe gaan de hazen lopen? Ja. Nou, ik zal mijn best doen om zo goed mogelijk jullie te informeren. Daarvoor wil ik toch wel proberen om even in de Trump-wereld te stappen. En daarna even in de Biden-wereld. En nou, nogmaals, ik ben als historicus, maar ik vind ook eigenlijk gewoon als journalist in zijn algemeenheid, ik ben geen echte journalist, nou ja, ik zeg al historicus, vind ik dat je eigenlijk een soort professionele plicht hebt om in beide werelden je te verdiepen en je ook daar een beetje bij in te leven. En dan natuurlijk heb je je persoonlijke mening. En die wil ik best aan het eind van deze sessie nog eens even benadrukken. Hij schemert natuurlijk door bij wat je vertelt, omdat we geen machines zijn. En ik kan proberen zo goed mogelijk Trump voor het voetlicht te brengen en zo goed mogelijk Biden. En dan zal de goede luisteraar zeggen, ja, maar wacht even. Als ik het op televisie doe, ik zit nog wel eens bij Goedemorgen Nederland, en ik kijk op Twitter, dan krijg ik tweets van, die Willem Post is een Trump-hater. En dan krijg ik andere tweets, maar een seconde later of eerder, die Willem Post is een Trump-fan. Nou ja, dat komt omdat je op televisie wel eens probeert beide kanten te laten zien. Nou, ik zou zeggen, lees mijn opinieartikelen in de NRC of in de Belgische De Morgen. En dan weet je een beetje wat mijn persoonlijke mening is. Maar nogmaals, hij schemert wel wat door. Laat ik eerst even kijken naar Trump. Toch de zittende president. Op dit moment heeft Trump 38% van de Amerikanen achter zich die tevreden zijn over zijn presidentschap. Dat is heel laag, 38%. Wordt ook wel gezegd, nou, als je zo'n lage score hebt, weliswaar in zijn algemeenheid in Amerika, maar dan wordt het toch wel heel erg moeilijk voor Trump. En als je kijkt naar de 3 staten, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, in het Middenwesten, eigenlijk de Upper Midwest, Chicago, Detroit, daarboven, richting de Canadese grens ook. Als je naar die 3 staten kijkt, dan staat Trump in alle 3 de staten achter. En u weet misschien nog wel, die 3 staten werden heel vaak genoemd 4 jaar geleden. Want Hillary dacht, toch ook een meisje van de Midwest, Illinois, hè? Hillary dacht, die win ik makkelijk, voerde daar geen campagne. En met 78.000 stemmen verschil, in zijn totaliteit, hè, die 3 staten, won Trump ze alle 3. Met een percentage van onder de 1%. Als je het in Tour de France termen wil zien, dan kun je zeggen, Hillary, Clinton en Donald Trump eindigden voor het oog exact gelijk in die 3 staten. Je kon met het blote oog niet het verschil zien. Trump won ze alle 3 toch. En daardoor werd hij president van Amerika. Er zijn altijd meerdere redenen. Maar als Hillary daar het beter had gedaan, was zij het geweest. Daar staat Trump dus nu achter. Dus, dames en heren, zou je kunnen zeggen, nou, er zullen de nodige zorgen zijn in het Trump-kamp. Ja, zeker. Het goede nieuws voor Trump is dat het vandaag 13 juli is en niet 3 november. That we still have time to go. We hebben nog steeds een paar maanden. Dat is het goede nieuws. En dan moet je ook wel weten dat
als je kijkt naar de Amerikaanse geschiedenis, de moderne Amerikaanse geschiedenis, een zittende president wel heel vaak in het voordeel is. Je kunt zeggen dat de afgelopen 100 jaar, bijna 100 jaar, slechts 3 presidenten die voor herverkiezing gingen, zoals Trump nu, slechts 3, die redden het niet. Dat was in 1976 Ford. Die won verloor heel nipt van Jimmy Carter. Dat was in 1980 Jimmy Carter zelf, die verloor ruim van Ronald Reagan. En Bush 1, vader Bush, had ook graag herkozen willen worden in 1992, maar hij verloor van Bill Clinton. Waarbij meegespeeld heeft dat de miljardair Ross Perot, die een soort anti, als derde partij, een beetje een wiel, een staak in het wiel van Bush stopte. Want pikte heel veel stemmen van hem af. 19% scoorde die Ross Perot, vooral Republikeinse kiezers. En dat was in het voordeel van Lucky Bill Clinton. Hè. En die Ross Perot die voerde toen al een soort anti-establishment campagne tegen Washington, lagere belastingen enzovoort. Nou, en als je kijkt naar coming from behind, er zijn toch een paar interessante voorbeelden te geven. In 1948, we hadden het net over de achterstand van Trump, hè? In 1948, begin september, verkiezingsjaar, stond Truman 13% achter op Dewey, zijn tegenstander. Dus de Democraat tegen de Republikein. U kent het verhaal vast wel. De Amerikanen gingen naar bed in november. De kranten waren al gedrukt. Hè? En uiteindelijk won de volgende ochtend, tot ieders verbazing, toch nog net de zittende president, Truman. Hè? Maar meer recentelijk, begin zomer 2016, stond Trump 12% achter op Hillary. En we weten allemaal wat er is gebeurd. Hè? Ik had de eer om hier in de nacht van die verkiezingsnacht het eerste commentaar in een soort van mini-lezingje te mogen geven. Dat was 's nachts om 2:30. Er zaten geloof ik nog wel 100, 150 man hier in de zaal. Velen waren tot tranen toe bewogen. En ja, ik moest toen maar zeggen ook iets in de trant van, ja, we hadden allemaal wel gedacht, Hillary. Ik dacht een fotofinish, maar ik had wel gedacht, Hillary zal het net nog redden. Het gebeurde dus niet. En nou, we hebben toen beloofd dat we kritisch de Amerikaanse president zullen volgen. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Ja, die het toch redde dan, hè, 4 jaar geleden. Komend van zo'n achterstand. Dames en heren, als we inzoomen op Washington. Ik vind dat ook wel een beetje een taak van mij. En van jullie misschien, maar ik spreek me even voor mezelf. Dat je toch eventjes moet horen, wat leeft er in Washington? Dan kun je de kranten lezen, digitaal, New York Times, Washington Post. Dat kost bijna niks. Je krijgt toch prachtige inside information. Fox, CNN, de website, staat ook heel veel op. Ik spreek ook met Amerikanen. Wat leeft er nou? Hè? Wat de thermometer even steken in Amerika? Nou, dan hoor je dat de Amerikaanse president eigenlijk heel boos is. Je kunt zeggen van tijd tot tijd is Trump boos, maar het is wel een woedende, stampvoetende president Trump. We hebben natuurlijk de blamage gehad van Tulsa een paar weken geleden. Hè, dat zijn adviseurs hadden gezegd, het stadion zit helemaal vol. Er komen wel 100.000 mensen. Je moet zelfs een soort overloop hebben. En nou, je hebt het allemaal gezien, die tribunes. De tweede ring zat was helemaal leeg. En Trump was wit heet. Juist de grote marketeer, de man van de grote massa's. Trump beschouwt zichzelf, ik gooi het even allemaal op een hoop, als de grote onbegrepene op dit moment. Probeer even in zijn ziel te kijken. Eigenlijk als een groot slachtoffer van wat er gebeurt. Trump heeft gezegd, voortdurend, het coronavirus, ik ben geen viroloog, maar het zijn de Chinezen die begin december al dat virus zagen en pas in januari hebben ze aan de bel getrokken. En de Wereldgezondheidsorganisatie, ze hebben het allemaal onderschat en met de Chinezen samengewerkt. Die onzichtbare vijand, het coronavirus, dat hebben we aan de Chinezen te danken. Verdorie, wat kan ik daaraan doen? Trump heeft natuurlijk gezegd, daar wordt hij ook door journalisten op bevraagd, ja, Mr. President, u heeft toch gezegd dat het een soort griepje was? Ja, Trump, maar weet je, het punt is, dat hoopte ik ook. Het heeft ook wel iets van griep. Ik ben geen arts, ik ben geen viroloog, maar ik hoopte echt dat het zou verdwijnen. Ja, en meneer Fauci, de Jaap van Dissel van Amerika, zeer gerespecteerd, onder 6 presidenten gediend, echt een top-expert in de hele wereld. Trump zegt over hem, het is een aardige man, Fauci, maar oh, 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 wat zit hij er vaak naast. Want ik heb
30 januari alle vluchten vanuit China geblokkeerd, het verkeer heen en weer vanuit China. Daarmee heb ik honderdduizenden mensen gered en Fauci was erop tegen. En Fauci zei ook, die besmetting in eerste instantie, dat valt nog wel mee. Daar zat hij ook fout. En wat de mondkapjes betreft, dat vond hij eigenlijk ook een beetje onzin. Trump zelf draagt natuurlijk geen mondkapje, pas wel even toen hij naar een veteranenhospitaal ging. Hè. Walter Reed Hospital bij Washington. Maar dat was ook omdat ik dat ziekenhuis bezocht. En Trump zegt, als president word ik constant gecontroleerd en ook de mensen om me heen. En ik vind het niet presidentieel staan. Maar als het moet, dan moet het. Hè, maar ik, ja, eigenlijk hoort het niet als president. Toch een soort statuur. Dus Trump is wat dat betreft iemand die zich buitengewoon onbegrepen voelt. Hij zegt over de cijfers in Florida die nu bekend worden. 15.000 à 20.000 besmettingen per dag. Daarvan zegt Trump, ja, maar als je miljoenen mensen test, en nou, je weet een beetje hoe Trump praat. Ik moet hem niet als een soort conferencier proberen na te doen, dat is ook mijn taak niet, maar je weet hoe Trump kan zeggen van, it's unbelievable wat wij doen, terwijl die gouverneurs in een land als Amerika zelf verantwoordelijk zijn, grotendeels. Mike Pence, die de taskforce leidt, mijn vicepresident, is ongelooflijk wat die man doet. We helpen, helpen, helpen waar we kunnen. Hij zegt nog net niet, ja, die sukkels van de gouverneurs, die kunnen het niet. Hè. Wij doen onze uiterste best. Trump zegt, 99% van die besmettingen, die zijn eigenlijk onschuldig. Want ook heel veel jonge mensen krijgen iets van symptomen, maar dat stelt eigenlijk niks voor. 45 doden gisteren in Florida. Nou, die er wel, denk het mensen, natuurlijk, dat zijn er 45 te veel. Trump heeft zoiets van, nou ja, als je dat maal 7 doet, misschien moet je dat iets verhogen, dan kom je inderdaad op een paar honderd doden per week uit. Maar dat zijn er nog niet, die 800, 900 of 1000, die we, en zelfs meer, die we in maart en april hadden. Dus, volste vertrouwen, in het najaar, dan komen we met groot nieuws. Ik kan nog niet zeggen wat. Hij heeft eerst gezegd het tweede kwartaal, schuift nu door naar het derde kwartaal. We zijn met een 80-tal vaccins bezig en de eerste berichten die ik hoor zijn buitengewoon veelbelovend. We zitten er bovenop, iedere dag kijk ik ernaar. Nou, dat is een beetje Trump die dan zegt, maar verdorie, de media begrijpen het niet. Mensen willen geld verdienen aan mij, schrijven allerlei boeken, die loser van een John Bolton en dat nichtje van mij komt er ook nog eens een keertje aan. Hè. Ze willen alleen maar geld verdienen. Waarom komen ze nu met die boeken? Trump voelt zich dus eigenlijk het grote slachtoffer. Heeft over het politiegeweld gezegd, en dat komt er ook nog eens een keertje bij. Dat er zo'n sukkel, ik gebruik nette woorden hier in Nieuwsport, dat er zo'n sukkel van een politieagent, George Floyd, dood. En het wordt ook gefilmd door een toeschouwer. Wat kan ik daaraan doen? En dan krijg je een golf van geweld door Amerika heen. Ja, en dat... Dat zijn crisis in meervoud. Ja, en linkse anarchisten en socialisten, die maken daar buitengewoon misbruik van. En die zorgen dat er ook beelden worden omvergeworpen. En daar staat 10 jaar gevangenisstraf op. Ik ben een law and order president. En daarmee wordt hij hopelijk in zijn ogen dan ook populair. Nou ja, als we nog eventjes een beeldspraak lanceren, dan komt bij mij iets op van bij Trump. Want het is een verhalenverteller, hè? We hebben hem in Minneapolis gezien. En we zien hem op televisie af en toe. We waren met een groepje. We hebben 2 uur lang naar Trump geluisterd. Hè? Het is onvoorstelbaar hoe hij de mensen kan bespelen. Hoe hij het ene verhaal naar het andere kan vertellen. Met een hele serieuze stem. The Democrats! En dan plotseling weer een keiharde aanval. En dan weer humor. Het is wat dat betreft ja, een populist, zoals de moderne geschiedenis zelden heeft gekend. Ik zou zeggen dat Trump de komende maanden, en daar is al druk mee bezig, een soort van nieuwe dolkstootlegende lanceert. Hij wordt met een mes in de rug gestoken door uiteraard de fake media, maar ook die politieagent in Minneapolis, door links-Amerika, door de Chinezen en het grote slachtoffer is Mr. Trump. En natuurlijk de gewone Amerikanen waarvoor hij opkomt. Eventjes nog wat verder inzoomen, dan gaan we naar de Biden world. Als je niet denkt van, hier staat de campagnevoerder voor Donald Trump. We gaan zo kijken hoe Biden er tegenover staat. We hebben het al eventjes gehad over het coronavirus, hoe Trump daar tegenover staat. Als je kijkt naar de economie, hè,
Trump heeft gezegd, ja, tot begin maart, dat is nog nooit gebeurd, zo'n lange economische groeiperiode. Ik moet wel heel objectief zeggen, daar zitten de Obama-jaren ook bij, hè? Het herstel onder Obama wat zich inzette. Maar Trump rekt dat uit tot één verhaal en zegt dan van, een geweldige economische groei. Nou, Trump had gezegd 4-5%. Losers zoals Obama zijn tevreden met 1-2% economische groei. De werkelijkheid is dat vorig jaar er 2,3% economische groei was. Nou, objectief gezien kun je dan zeggen, dat is toch redelijk. Het is niet 4-5%. Maar goed, 2,3%, zo'n lange economische groeiperiode. Aandelenmarkt inderdaad door het dak. Geen werkloosheid. Trump zegt, de doemdenkers, dus de fake media, die hadden voorspeld dat er wel 20% werkloosheid zou komen. En nu staat het op, ik moet even goed kijken, op 11,1%. Terwijl we toch zoveel tegenslagen hebben gehad. Dat is nog veel te veel, 11,1%. Hoe komt het dat die werkloosheid relatief in Amerika, ja, je kunt natuurlijk zeggen, we zijn er nog lang niet, hè, maar even op dit moment, relatief niet zo extreem is, nou ja, 11,1% is ook wel veel, maar geen 20%, want dan zit je in de jaren 30 in een depressie. Hè. Dat komt omdat de regering Trump met het congres, in die zin hebben ze wel in een noodsituatie samengewerkt, er is dus nog wel hoop, Trump en Pelosi en de anderen, ze hebben een viertal hulppakketten er doorheen gejaagd met astronomische bedragen. Er is een Payment Protection Program voor 660 miljard voor ook het kleine middenbedrijf. Dat betekent dat als je een bedrijf hebt van minder dan 500 man en je dreigt failliet te gaan de afgelopen maanden, dat je een forse lening kunt krijgen in eerste instantie, maar dat is nu zelfs een schenking geworden. Maar je moet 60% van dat bedrag, ik wil het wel even precies zeggen, moet je wel besteden aan salarisuitbetalingen. Een bedrijf heeft natuurlijk ook andere kosten, maar 60% moet betaald worden aan je personeel, zodat die werkloosheid niet oploopt, zodat je ze niet ontslaat. Dan werkloosheidsuitkering. Die programma's lopen trouwens wel af de komende weken, maar er komt iets van een verlenging in een wat meer gematigde vorm. Werkloosheidsuitkering, $600 per week. Dus dat is $2400, zeg maar, even per maand erbij. Boven een paar honderd dollar die je in een staat krijgt. Ligt er een beetje aan. Als je in Californië zit, krijg je wat meer. Zit je in een hele arme staat als Alabama, zit weer wat minder. Nou, dat betekent zelfs dat sommige Amerikanen zeggen, het is op dit moment beter om werkloos te zijn dan dat je een of andere lousy job hebt voor, ja, minder betaald. Waarschijnlijk gaat het erop uitdraaien dat er een soort bonus komt, ook voor bedrijven, maar ook voor werknemers, dat je dan wel moet solliciteren, nu wat stringenter, en echt weer moet proberen in die economie die open gaat, dat je daar weer een baan krijgt. Dat zal wel neer gaan komen op zo'n $400 in een soort van verlenging. U begrijpt, dames en heren, een Amerikaanse president kan zeker tot de verkiezingen, anders dan Joe Biden, die, we komen zo op terug, met plannen komt. Nou, Trump kan natuurlijk zeggen, ook in september, oktober, een soort van positieve oktober surprise, zeggen van, ja, maar ik wil nog meer doen aan de Amerikaanse economie, ik stop er nog meer geld in, de rente is heel laag, hè? En dan maar even tijdelijk zo'n groot begrotingstekort. Nou, het laatste wat ik nog even wil zeggen over Trump, wat het politiegeweld betreft, linkse democraten, die pleiten, en Black Lives Matter, ook niet allemaal, maar toch, met name de wat meer radicale groeperingen daarbinnen, want het is toch een soort diversiteit, pleiten voor defunding of the police. Dus in Minneapolis, waar het allemaal gebeurde met George Floyd, werd zelfs gepleit voor ontmantel het lokale politiekorps, dus door en door racistisch, het wordt nooit meer wat, en al het geld moet eigenlijk naar sociale gemeenschapsprogramma's. He, dan kun je beter dat geld daarin stoppen. Nou, Trump heeft gezegd, hier kun je aan zien, anarchisten, socialisten, dat die misbruik willen maken van de situatie. Never, never, never zal ik doen aan defunding the police. Hij is een law and order president en probeert natuurlijk zijn conservatieve achterban zo voor zich te paaien. Nou, dit zijn allemaal argumenten waarvan je kunt zeggen, nou, als dat allemaal zo uitpakt en Trump speelt dat uit, dan zou hij misschien best nog wel een kans hebben. En ook omdat in september en oktober er 3 debatten worden gehouden.
en Trump en zijn campagneteam daar rijkhalzend naar uitkijken. Want, zeggen ze, Trump is natuurlijk een geweldige spreker en durft in aanval te gaan. En Joe Biden, ja. Er gaat het verhaal dat Joe Biden, ik heb het zelf niet gehoord hoor, maar ik las het ook in de krant, dat Joe Biden gezegd zou hebben, nou ja, mijn geestelijke toestand wordt ook met cognitieve testen regelmatig onderzocht. Met enige regelmaat onderzocht, zo stond het in de krant. En dat is natuurlijk koor op de molen van de Trump-mensen. Die zeggen, ja, maar waarom in het meervoud? Kijk, dat je één keer als eindzeventiger jezelf laat onderzoeken, dat kan. Maar waarom meer? Wat zit daarachter? Nou, in een soort van verhaal wat je creëert, past dat natuurlijk perfect. En vergeet niet dat Hillary Clinton en Donald Trump bij hun eerste debat een record aantal kijkers kregen van meer dan 80 miljoen. En ik denk, als Amerikanen het met mij eens zouden zijn dat dit de belangrijkste campagne aller tijden wordt, dat dat wel eens naar de 100 miljoen kan gaan. Dus de Trump-mensen hebben al gezegd, eigenlijk willen we heronderhandelen, we willen wel 4 of 5 debatten met Biden. En de Biden-campagne heeft gezegd, nee, no way. Nou, als u nu denkt, zo, dit was dus het verhaal van Willem Post, en nou weten we dus wel hoe het met Trump een beetje zit, ja, dan probeer ik nu toch de stap te maken naar de Biden-world. Dat is een heel andere wereld. Ja, ik bedoel, dit is Amerika, hè? Dat hebben we tegenwoordig. 2 verschillende Amerika's. Je zou bijna zeggen, vroeger zei ik, Jan, hè, bij de Tros ook, in de jaren 90, zei, ja, maar de magic van Amerika is al die diversiteit. Toen had je ook rood en blauw nog niet. Zei, ja, al die diversiteit, dan heb je toch dat kader om Amerika. Hè, 1 president, 1 vlag, 1 grondwet, patriotisme. Ja, Jan, dat is 20 jaar geleden, denk ik. Nu Joe Biden. In al het geweld van verhalen vertellen en aandikken en ga zo maar door, moeten we even naar de cijfertjes kijken. Joe Biden staat nu gemiddeld 9% voor op Trump landelijk. Dat is echt aanzienlijk 9%. Hè? Weliswaar landelijk nogmaals, maar toch. Ik heb het even voor u opgeschreven en nog even gecheckt vlak voordat ik mijn praatje begon, want het verandert dagelijks, niet heel extreem, maar toch. In Pennsylvania, Biden staat met 6,5% voor. In Wisconsin, 6,5%. De State of Michigan, 5%. En, houdt u vast, Florida, waar de Trump-campagne van denkt, ja, die moeten we winnen. Daar staat Biden nu 5,2% voor. En nog groter nieuws, ik sta nu in de Biden, ja, ik hoop niet dat de Trump-mensen nu gelijk boos zijn, maar ik sta nu in de Biden-wereld, hè. En jammer dan. Hè. Arizona en Georgia. En vooral Georgia was er ook altijd wel een echt rode staat de laatste jaren. Hè. Ja, daar zou Biden ook al een lichte voorsprong hebben. En net vanmiddag, de peiling van de Dallas Morning News, belangrijke krant in Texas. Biden zou 5% voorstaan. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, dat zijn snapshots, misschien is het morgen anders. Maar er is dus wel een trend gaande die heel erg in de richting gaat van Joe Biden, the next US president. Dames en heren, een wonderlijk verschil. Daar staat hij. We ontmoeten hem in New Hampshire. Iedereen selfies maken, we allemaal een telefoontje. En hij pakte onze telefoon af en maakt het zelf. Dan heeft natuurlijk de regie ook. Hij kan met zijn ogen niet van, nou zijn niet van hem. Daar komen we dadelijk nog even op terug. Het beeld van de afgelopen weken, maanden was toch, Joe Biden zit daar in Delaware, in Wilmington, Delaware, in zijn kelder, in een soort van gouden schommelstoel, gaat niet naar buiten, af en toe doet hij iets met de social media, maar hij is daar niet handig in, verspreekt zich inderdaad ook met enige regelmaat, en Trump en zijn team trekken natuurlijk handen uit haar, hoe is het verdorie mogelijk? Wij kunnen verdomme niet meer in die stadion spreken, hè, Trump. Maar die Biden doet helemaal niks. Trump komt natuurlijk nog in de rozentuin. Kan persconferenties geven, enzovoort, enzovoort. En Biden zit in een gouden schommelstoel. Doet in wezen weinig. En scoort en scoort en scoort. Nou ja, het is een keiharde strijd. Ja, dames en heren, het is het machtigste politieke ambt op aarde. Dat is natuurlijk altijd al hart tegen hart. Idealen spelen een rol, maar macht en geld natuurlijk ook. Ik zei net, Biden doet niet zoveel. Nou, timing is natuurlijk belangrijk. Hij komt langzamerhand nu met wat meer precieze plannen. Biden heeft gezegd, wat corona betreft,
Hij heeft het letterlijk gezegd. Het is één ding dat de president van Amerika al zo'n 20.000 keer gelogen heeft. Naar boven afgerond. De Washington Post checkt dat. Hè. Maar dat is in de ogen van Trump natuurlijk een linkse krant. Maar anyway. Dat is één ding, zegt Biden. Maar dat je bij het coronavirus, waar zoveel doden vallen, hè, dat je je niet op wetenschappers echt beroept, het is een grote schande. Dat dokter Fauci 2 juni, jongsleden, voor het laatst Trump heeft gesproken, niet meer in feite welkom is bij persconferenties. Ook tegen hem gezegd is, verschijn maar wat minder op televisie, je mag een paar programma's doen. Hè? Het is een ambtenaar, dus hij moet nog wel een klein beetje luisteren naar wat er boven hem gezegd wordt. Biden zegt, het is een schande, dat was onder Obama en mij nooit gebeurd. Wat ik zal doen, is vanaf de allereerste dag als president komt er een White House corona briefing, gebaseerd op de adviezen van de wetenschappers. Ik zorg ervoor dat in iedere staat van Amerika er minimaal 10 nieuwe testlaboratoria komen. We stoppen heel veel meer geld in medisch materiaal. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het is ook een schande, zegt Biden, dat het Witte Huis Bureau om pandemieën te bestrijden door Trump destijds direct werd opgeheven als overbodige overheidsbemoeienis en bureaucratie en geldverslinding enzovoort. Dames en heren, kijken we naar de economie. Juist de afgelopen dagen is Biden met een groots plan gekomen. En ik denk dat u dat vanavond wel even mee naar huis neemt als wat nieuwe informatie. Want dat gold voor mij ook de afgelopen dagen. Dat ik dacht van oké, ik krijg toch wel steeds meer greep op wat Biden nou van plan is. Biden heeft gezegd, ik kom met een plan voor $700 miljard. We hebben werkgroepen met de Sanders-campagne. Biden natuurlijk gematigd, hè? Sanders links hè, bij de Democraten. En met Elizabeth Warren, die ook links is. We hebben met mensen onder elkaar gezeten en nou, daar is iets uitgerold op allerlei terreinen. En wat de economie betreft, ik kom met een plan voor $700 miljard. Wat minstens 5 miljoen banen moet opleveren. Maar, ik weet niet of u van uw stoel afvalt, maar ik vind het echt verdomd interessant. Biden heeft gezegd, eigenlijk moet ik als een soort van nieuwe Roosevelt de overheid, zoals destijds in de jaren 30, een grotere rol laten spelen. Van die 700 miljard wil ik dat honderden miljarden dollars gestopt wordt in ja, die internationale toeleveringsstructuur, hè, van mondkapjes, medicijnen, medisch materiaal, maar ook allerlei andere technologische producten, transfers. Dat moet eigenlijk zijn dat we dat in Amerika gaan maken. En vanuit Washington, dus Buy American, hè, vanuit Washington gaat dus de overheid een grote rol daarin spelen. Omdat het bedrijfsleven in de tijd, nou ja, Keynes, hè, hebben we allemaal wel iets van gehoord op de middelbare school. In een tijd van toch grote economische problemen moet je de overheid een belangrijke rol geven. Want het bedrijfsleven beperkt zich natuurlijk met investeringen. Zeker als die economie slechter gaat worden. Dit is natuurlijk iets wat concurreert met de America First campaign van Trump. Ik denk, het is een beetje raden van mij, dat men achter het schermen bij Trump zegt, verdomme die Biden, die komt nou verdorie ook met, keep America great, hè? Buy American products. Als je natuurlijk als Nederlander kijkt, zeg je, nou, dit is eigenlijk geen goede ontwikkeling, wat Trump met protectionisme doet, en misschien ook een beetje Biden. Maar het is campagnetijd, hè? Dus hij slaat eigenlijk wel iets van een wapen uit de handen van Trump. We zullen zien. Belangrijk om te melden is dat Trump heeft gezegd hoe het betaald gaat worden. Onder andere, Trump heeft de bedrijvenbelasting heel erg verlaagd naar 21%. Die ga ik verhogen naar 28%. En dat zal dan natuurlijk nodige genereren en een aantal andere maatregelen. Dames en heren, even wat meer samengevat. Wat er nu gebeurt, is denk ik dat je natuurlijk ziet het Trump-populisme aan de rechterkant. Dat Trump graag een tegenstander heeft die hij kan relateren aan de linkse democraten. Maar dat Biden tot nu toe, vanuit zijn perspectieven, niet in de val is getrapt. Want hij voert een gematigde koers. En dat wil ik nog even tot slot, ik moet niet te lang blijven praten, vast ook nog wel vragen en opmerkingen van uw kant. Ik zal u een aantal voorbeelden geven om dat hard te maken. Ik zei al, links Amerika,
allemaal over één kam scheren, maar toch, nou ja, zijn woedend over de politie in heel veel steden. Defunding is echt een modewoord. Biden heeft gezegd, als ik president word, is er geen sprake van defunding van de police. Wat we wel zullen doen, is dat we vanuit het lokale budget, vanuit Washington proberen we dat dan te ondersteunen, dat er geld komt voor sociale programma's. Maar no defunding. De beeldenstorm die over Amerika raast. Biden heeft gezegd, de generaals uit het zuiden, die zich echt schuldig hebben gemaakt aan het propageren van slavernij. De burgeroorlog ligt wel iets ingewikkelder, maar slavernij was natuurlijk een heel belangrijk punt. Het zuiden pro-slavernij. Als je echt kunt aantonen dat die generaals daar helemaal voor gingen, dan vind ik Joe Biden dat die beelden weg moeten in Richmond, Virginia bijvoorbeeld. Daar ben ik het mee eens, maar zet ze in een museum. Maar presidenten zoals George Washington, die zelf ook slaven had, presidenten die ook voor de vrijheid en de democratie in die context, voor gewone Amerikanen, zij het witte Amerikanen, opkwam, ja, dat is toch de basis geweest van onze democratie. Dus die beelden, daar moet je vanaf blijven. We gaan niet de geschiedenis uitwissen. Dus hij kiest een beetje een middenkoers. Medicare for all. Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Een soort van bijna gratis gezondheidsverzekering voor Amerikanen. Toen wij in New Hampshire waren, zei Biden, we ontmoetten hem in een zaaltje zoals dit. Met misschien 100, 150 mensen, toen mocht dat nog. Biden zei, ja, Bernie met en Elizabeth Warren ook, met Medicare for All. Als ik in het congres kom, en ik spreek met mijn collega's van de Democratische Partij, die lachen me uit. Dat is niet te betalen. Ik hoor het hem nog zeggen. Ferry, jij toch ook van? Get a life. Come on, folks. Dat klinkt mooi, maar is natuurlijk idioot. Nee, we hebben Obamacare. Tientallen miljoenen Amerikanen hebben gezondheidsverzekering gekregen. Dat moeten we verder uitbouwen. Maar geen nonsens. Want Trump maakt er gehakt van ook. Want het kan gewoon niet te betalen. Dus geen Medicare for all, wel uitbreiden van de bestaande Obamacare. Milieu. Linkse democraten willen een Green New Deal. Nou, het voert veel te ver nu om daar diep op in te gaan, maar dat betekent toch eigenlijk een snelle, radicale omwenteling op het gebied van het milieu. Biden heeft gezegd, ja, ook dat is veel te kostbaar. Ik wil wel dat de door Trump afgeschafte wetten op het gebied van milieu, bijvoorbeeld ook de Clean Air Wet, die onder Obama was aangescherpt, dat dat weer terugkomt. Nou, Biden heeft ook gezegd, op de allereerste dag van mijn presidentschap, op dag 1, zal ik verklaren dat Amerika weer deel gaat uitmaken van het Parijse Milieuakkoord. En op de allereerste dag van mijn presidentschap zal ik bekendmaken dat Amerika weer lid wordt van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus dat zijn allemaal zo van die maatregelen. Hij probeert een beetje naar links te laveren, maar toch die middenkoers vooral. Zijn running mate, vicepresidentskandidaat. Juist bij iemand die in november 78 wordt, en die, ja, waar toch wat twijfels over zijn gezondheid zijn, is het natuurlijk nog extra belangrijk wie kies je als vicepresidentskandidaat. En als Biden kiest voor iemand die de zwarte gemeenschap enthousiasmeert, of een Hispanic die de Hispanic gemeenschap enthousiasmeert, ja, dan krijgt hij wat meer wind in de zeilen nog. Ik moet wel erbij zeggen, dat is toch wel even een punt, is het voldoende allemaal voor Biden? Als je aan de Trump-stemmers van nu vraagt van, waarom stem je op Trump? Dan zeggen ze natuurlijk allemaal, ja, Trump, omdat we fan van hem zijn, we steunen hem. Als je aan de Biden-supporters vraagt, waarom stem je op Biden? Dan zeggen de velen van, nou ja, omdat we tegen Trump zijn. Dat is natuurlijk een argument om te stemmen. Maar de intensiteit van je achterban is wel hartstikke belangrijk. Dus Biden, als ik een Biden-adviseur zou zijn, zou ik zeggen, kom op Joe, ja, het zijn moeilijke tijden, maar je moet wel aan de bak. Er moet wel enthousiasme ook echt komen. Waar Biden op gokt, en dat wil ik u ook nog even meegeven. Van alle Amerikanen is 25% republikein, 31% is democraat en 40% is independent. Dus daar waar je even in grote lijnen zegt van ja, maar we worden tegenwoordig toch heel erg een beetje bezig gehouden door aan de flanken op links, van mijn kant, en de flanken op rechts.
zie je dat er heel veel gematigde Amerikanen zijn. In 2018, bij de congresverkiezingen, pakten de Democraten, bij de congresverkiezingen, het huis weer terug van de Republikeinen in meerderheid. En guess wie het waren, die Democraten? Dat waren vooral gematigde Democraten. Dus niet de hele linkse Democraten, want sommigen zijn vooral die gematigden. Nou, dan zou je kunnen denken, daar is voor Biden wel wat te halen. En als je ook weet, bij de primaries, als je de kandidaten bekijkt, nou, we hebben ze bijna allemaal gezien, Amy Klobuchar bij de Democraten. Oké, laten we beginnen met Sanders en Warren, een linkse democraat. Maar de gematigde, dus wat meer in het midden, Amy Klobuchar. Behoorlijk populair geworden, hè, in de primary. Mayor Pete, enorme aanhang, gematigd, in het midden. Biden heeft niet voor niks gezegd. Ik vind het 34. Hè? Die wil ik in Washington erbij hebben. Ja, over 4 jaar gaat dit er natuurlijk weer voor. Hè? Die man heeft op die leeftijd, ongelooflijk. Kamala Harris, gematigde democraat. Joe Biden zelf, die is ook bij het tellen. Hè? Tulsi Gabbard, hè? Heel dicht bij de Republikeinen zelfs. Was van een democraat, sommigen twijfelden. Dus dat betekent dat je ook in die primary wel zag, nou ja, Biden is niet voor niks gewonnen, uiteindelijk toch. Hè? Dat het gematigde deel van de democraten, samen met de independents, dat dat een winning coalition zou kunnen zijn. En als je dan ook weet dat binnen de Republikeinse partij er toch een soort van beweging ontstaat van never Trumpers. Ik bedoel, eerst had je alleen maar John McCain en Mitt Romney als senatoren die niet bereid waren Trump te steunen. Maar nu zie je dat er toch een grotere beweging gaande is. Die een kantoor hebben van meer dan 30 mensen. Met heel veel geld hebben ze opgehaald. Allerlei spotjes zenden ze uit. Nou, dat betekent dus dat die Biden-campagne wel wat wind in de zeilen krijgt. Nou, ik rond af. De meest onvoorspelbare verkiezingen ook. Wie wint er? Ja, ik bedoel, het is altijd kinderachtig. Ik probeer het altijd. Ik zat ooit een keer met Charles Groenhuizen en Ruud Oldenziel en ikzelf in een programma om te voorspellen. Charles voorspelde, ik voorspelde. We hadden verkeerd voorspeld. En Ruud zei, nou, het is een ontzettend aardige vrouw, Ruud, maar ik nam het toen wel een beetje kwalijk. Ja, ik kan het niet voorspellen. Ja, kom op, hé, dan, als ik dat had geweten, had ik het ook niet. Ik zou nu zeggen, Joe Biden heeft een echt een goede kans. Maar als er in september, oktober echt uitzicht is op een virus... bestrijden. Hè? Vaccin moet ik zeggen. Sorry. Een vaccin. En Trump stopt nog weer eens extra geld in de economie. En het loopt niet helemaal uit de klauwen. Ja, ik bedoel, dan heeft Trump natuurlijk ook alweer een kans. Hè? Laatste wat ik zeg. Je ziet in de Amerikaanse geschiedenis vaak een soort van pendulebeweging. En het zou best wel eens kunnen dat toch een meerderheid van de Amerikanen zoiets heeft van, he is a boring guy, Joe. Nou, hij is niet zo boring, by the way, maar toch. Ja, jeetje, als je met Trump vergelijkt. Misschien willen we wel wat meer back to normalcy. Wij hoorden, dat vind ik zo belangrijk, dat je dan ook in Amerika praat met mensen die zeggen, het is toch te gek voor woorden. Op een verjaardag kun je niet meer over politiek praten. Wordt gewoon van tevoren gezegd. Gebak wordt uitgedeeld, koffie, doen ze in Amerika ook. Hè? En dan zegt vader of moeder, we don't talk about politics. 10-20 jaar geleden praat je met ieder Amerikaan over politiek. En natuurlijk als 2 of 3 mensen dat zeggen, maar er wordt ook wel gepeild en dan blijkt dat steeds meer mensen zeggen, we're fed up with this. We willen dit niet meer. Dit is niet ons Amerika. Dus we zullen zien, dames en heren, 13 augustus hebben we weer een volgende event hier, ook weer in het restaurant. Dan weten we wie Biden gekozen heeft als running mate. En dan zitten we vlak voor de conventies. En dan is er weer heel veel nieuws te vertellen en te bespreken. Oké, dames en heren, ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Je bent nog niet weg, maar je bent. Ik denk dat we met z'n allen wel vinden dat dit onderwerp belangrijk genoeg is om iedere maand eventjes aandacht aan te besteden. Nieuwsport is natuurlijk een hartstikke gezellige, leuke plek. Ik denk dat jullie, vroeg het al aan een paar mensen, van 7:30 tot 8 een prettige tijd vinden. Want je wordt vaak genoeg uitgenodigd. Het begint om 8:00 tot 10:00, 10:30. Dan denk je, ja, leuk. En de Trump of Biden burger, al was dat natuurlijk een beetje fake.
Hè? Maar goed, toch. Het is, ja, het is hartstikke gezellig. Ik zou zeggen, praat met elkaar, hou die afstand een beetje in de gaten. Knuffel niet te veel. Nou, wie ben ik om dat te zeggen? Frank? Volgende keer ook gewoon 50 man. Nou ja, meneer Rutte. Rutte en Van Dissel, die gaan wel goed samen. Hè? Ja, Fauci en Trump niet, Rutte en Van Dissel. Ja, Rutte heeft gezegd 50 man mag. Ik geloof zelfs 100, maar dan moet je wel de juiste afstand bewaren. Dus in een heel groot restaurant, daar kun je max 100 mensen hebben. En hier 50. Maar wie weet, als wij ons allemaal netjes houden aan de regels, dan is het misschien in augustus wel meer. Nou, dames en heren, dankjewel. En nou, blijf nog even gezellig. Hè? Ik,